Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down, hè Jordi? Ja, Liam heeft net weer zijn flesje gehad. Het is iets... het is bijna middag. Jordi heeft brood, fruit, alles al gehad. Hij heeft gelukkig vanochtend met de nodige hulp gepoept. En hij heeft heel goed gepoept zelfs. Hè? Maar toch heb ik even een berichtje naar zijn chirurg gedaan om eventjes te overleggen. En Liam heeft net de fles gehad en die zit nu te kermen met zijn tut. Ik heb ook nog eventjes de moeder van, de peetoom van Jordi aan de deur gehad. Die had nog een cadeautje gehaald voor Liam. Die had ze al. Maar ja, toen kwam het hele corona gebeuren. En voordat Liam het dadelijk niet meer aan kan, had ze zoiets van ik ga het toch even langs brengen. Dus ben eens benieuwd. Kijk, allemaal cadeautjes, hè? Ja. Oh, wat leuk. Oh, die is leuk. Oh, leuke schoentjes. Ik zal het even laten zien. Een heel erg leuk joggingbroekje. Ja. Een heel leuk joggingbroekje, hè? Ja. Oh, die is leuk. Is voor jouw broodje. Die is leuk, hè? Ja, die zal hem wel heel mooi passen. Ik vind sowieso kleurrijk broeken vind ik mooi. En ik vind er ook heel leuk staan bij zowel Jordi als Liam. Nee, die ga jij niet opeten. Nee, daar hebben we iets anders voor. Kijk eens hier. Hier hebben we die voor. Ja, die hebben we daarvoor. Liam is ondertussen eventjes weer aan het zeuren. Die is ook al even stil. En een super gaaf bloesje. Wow. Die is ook super cool. Super mooi, hè? Ook voor je broertje. Ik kan die wel aan dadelijk, hè? Is maatje 74. Hij zit nu in 56. Dus hij gaat er dadelijk allemaal uiteindelijk mooi aanpassen. Super mooi. Ja. Ik vind het echt geweldig. Echt leuk. Echt leuk. Echt leuke kleedjes. En dan heeft ze er ook schoentjes bij gedaan. Die zijn denk ik ook wel leuk, want die zijn zwart. Die hebben we nog niet. Nee. Ja, jij mag dadelijk geluid aan. Die mag jij dadelijk aan. Even geen geluid, schatje. Oh, die zijn ook echt leuk. Leuke schoentjes. Welke maat is dit? Oh, dat duurt nog heel even voordat hij ze aan kan. Dat is wel echt super gaaf. Ja. Ben je weer verwend, hè, Liam? Die is inmiddels volgens mij in slaap gedonderd. Maar echt, ik vind ze echt super leuk. Ik dadelijk even een berichtje sturen, hè. Ja, de mama van Boy heeft wel goede smaak, hè. Ja. Hij gaat ondertussen... meneer de L van de Fabeltjeskrant opeten, want ja, hij krijgt hier geen eten. En, moet ik stoppen met praten? Ja, dus, ik moet stoppen met praten. Krijg ik ook nog een kus dan? Dankjewel. Dus ik ga hem dadelijk een flesje geven en dan kan hij lekker gaan slapen. Want er is het ook bijna tijd voor. Zie je? Nou, Jordi is weer wakker. Liam slaapt nu ook. Ik heb hem buikmassages, extra voorlaks enzovoorts allemaal gegeven. Nou, het lijkt wel een beatboxer. Zoveel scheetjes dat hij laat. Manneke zat helemaal vol. Echt zowel met lucht als met poep. Ik heb echt zoveel poepluiers verschoond vandaag. Maar zijn buikje is nu weer soepel. En gelukkig is je weer wat vrolijker. Hé jongen, je bent weer wat vrolijker, hè? Ja. Je bent weer wat blijer, hè? Nee, ik heb echt hard gewerkt met hem om hem te krijgen waar hij nu is. Het was niet prettig om te doen, maar ja. En mijn buikmassages bedoel ik dan ook echt stevig masseren. En echt eventjes
door het geheel heen van hem. En ja, dat heb ik dus gedaan. Zijn kont is ook helemaal kapot nu. Zoveel dat hij gepoept heeft. Garen. En heb ik ook ingesmeerd. Vanavond gaat hij lekker de douche in. Kan zijn kontje even luchten. Vaak werkt dat wel bij hem, gelukkig. En ja. Maar man, man, man. Hij zou beatboxen moeten worden, maar dan met scheten. Jezus. De peetoom van Liam is dus langs geweest. We hebben lekker met Liam gekroeld. Natuurlijk wel. Met handen wassen en alles. En de grote neef van Liam die heeft ook even met hem gespeeld. Hè? Ja. Met jou gespeeld, hè? Ja, zo'n grote neef. En Niels is nog even in de keuken bezig. Want die is nog... Hè? Net een nieuwe hobby. Ja, hij heeft een nieuwe hobby. Keukens monteren. Maar dan wel die van zichzelf, niet van een ander. Daar staat hij dan. Hij is bezig met de afzuigkap. Hij heeft dat kastje heeft hij gemaakt, want er was nog geen kastje en die heeft hij helemaal gemaakt. Die moet ik nog even schoonmaken. En dan kan dat erin. Want dan komen mijn handdoeken en vaatdoeken en zo allemaal in. En dit kan ik nou dadelijk gaan oppoetsen, denk ik. Of niet, papa? Ja. Want dat is wel nodig. Er zit ook stof op, Paul. Ja, dat is niet gek, hè? Dus, ja. Het wordt nog wel wat met ons, hè, Niels? Mm-hmm. Ja. En Liam, die zit nu lekker bij mama op de arm. Ja. Met mama, hè? Ja. Kastje moet nog geschilderd worden. Ja. En Niels, heeft, hoe heb je het precies gemaakt? Ik heb deze afgezaagd en dan ga ik daar schilderen. Dadelijk. Ja, in ieder geval tekst. Ja, want ik moet ook de kastje afdoen. Mm-hmm. Dus wat wil je? Ik kan niet alles, want Liam moet daar ook eten. Deze kleine vent moet ze ook eten, hè? Dilemma's. Ja. En mama gaat dadelijk even douchen. Want dan doet papa even met jou spelen. Ja. Doet papa spelen, hè? Ja, doet die ook wel eens, hè? Ja. Ja. Een hele goede morgen. Jordi heb ik al aangekleed. Liam die ligt al klaar. Jordi krijgt vanaf vandaag weer fysiotherapie. De fysiotherapeut moet wel als masmannetje. Dus ik ben benieuwd hoe hij erop reageert, maar we gaan het zien. Ja, ik ga eventjes alles verder klaarmaken en dan gaan we er vandoor. Zo, hoe was het bij fysio, jongen? Je had goed gewerkt, zei Kim, hè? Ja. Ik heb Jordi daar naar de behandelkamer gebracht. En Kim heeft in eerste instantie op gepaste afstand zichzelf even laten zien dat zij het was. Liam die heeft een beetje fles gehad, wou niet meer, dus die zit nu een beetje te kramen, omdat ik die heel even heb weggezet. Want dan wil hij dadelijk meestal zijn flesje wel weer gewoon. Ik mocht er gewoon bij zijn hoor, daar niet van. Maar ik heb besloten om toch weg te gaan. Want hij kent Kim en dan doet hij waarschijnlijk gewoon beter zijn best. En daarna heeft Kim haar mondkapje opgezet en haar beschermingsbril opgezet. Zoals de richtlijnen allemaal zijn, dat heeft ze allemaal gedaan. Toen is ze met Jordi gaan oefenen.
En hij had het super, super, super goed gedaan, hè, jongen. Ja, je had het super goed gedaan. En hij heeft ook al fruitje gehad, want we zijn al eventjes thuis. Maar ja, jullie weten allemaal hoe dat gaat. Zodra je thuis komt, blijf je bezig. En ja, dus dan moest hij ook nog even eten en zo. En nu is hij lekker kaasstengeltje aan het eten. Ik was heel even met Liam naar de supermarkt geweest. Ik mocht met Liam gelukkig naar binnen toe. Dus ik heb eventjes wat dingetjes gehaald die ik niet meer had. En die ik toch nodig had. Anders had ik dat straks nog moeten doen. Ik ben daarna weer teruggegaan en heb hem weer opgehaald. Hij had het gewoon super gedaan. Ze was hartstikke trots op hem wat hij allemaal al kon en doet. En volgende week dinsdag gaat hij weer. En als het goed is gaat hij dan voorlopig weer elke dinsdag. Maar dan gaan we daarheen. Jordi is zo lekker aan slapen straks. En nou is hij weer wakker. Hi, kom hier staan. Kom hier staan. Ja. Heb jij lekker geslapen? Ja? Oh, heb je echt zoveel te vertellen, jongen? Oké. Oh, echt waar. Ja. Ja. Oh. Oh. Ja. En toen? Hey, gekke druppie. Neem mijn mama mee naar beneden. Ga je mee met mama naar beneden? Ja? Oké. Okay. Nou, dat gaan we dus doen. Oh, wil je nog wat vertellen? Oké. Okay. Ja. Ben doen. Nou, inmiddels ligt Jordi lekker te slapen en is papa weer wakker. Want jullie zagen dat Niels in slaap gevallen was. Samen met Liam. Wat zagen ze, schattig uit, hè? Maar goed, ik ga eventjes mijn nagels doen, want die zijn toe aan, ja, aan een opknapbeurtje. En Liam ligt nog steeds lekker te slapen. En ja, dit ga ik even doen. Ik ben nog steeds bezig met mijn nagels. Ik heb alle gel erop zitten en nu komt er een kleurtje op. Ik had een kleurtje bijbesteld. Want daar had ik zin in. Liam die zit in de wipstoel. Zit hier even te wippen. Zit je lekker te wippen, jongen? Hè? Ja, je hebt net lekker gepoept, hè? Ja, papa jou geholpen, hè? Dus voor diegenen die het willen weten, het is een soort, ja, ik weet niet. De naam is Bagau Blush. Ik weet niet of jullie het zien. Dit is in ieder geval de naam. En ja, dit is dan de kleur. Ik weet niet of je het fatsoenlijk ziet. Het is in ieder geval een soort van, ja, melkchocoladeachtig of zo. Weet ik het.
vond het wel een leuke kleur. Ik geef het dus nu met Liam al op bed. En ik ga eventjes brood smeren nog voor Niels. En dan ga ik zelf ook naar bed. Bij deze sluit ik ook deze ups en down af. En wel rusten en tot de volgende.